De heer Van Kesteren. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor uw verhaal. Spreek mij aan. Bestaanszekerheid moeten we bieden aan de inwoners van Groningen. U weet ook dat het college een aantal prioriteiten heeft in het coalitieakkoord. Voor welke prioriteiten pleit u als je het hebt over bestaanszekerheid voor de inwoners van Groningen? De heer Eldering. Nou ja, goed. U bedoelt van wat de gemeente kan doen? Ja, net. Waar het geld heen gaat is belangrijk. Ja. Dus ik vind het belangrijk. Waar moet het geld volgens u heen gaan? Hoogste prioriteit. Zo dicht mogelijk. Dank u wel voor uw verhaal. Kunt u ook zeggen hoe maatwerk geleverd wordt? Waarop richt dat maatwerk zich? Wat zijn de problemen waar u tegenaan loopt als u als buddy bij iemand komt? Zijn dat steeds problemen die een beetje dezelfde richting op gaan? Kunt u daar iets over zeggen? Nee, dank u wel. Voorzitter. Het is altijd... Kunt u in 3 zinnen uitleggen wat het Zweeds model inhoudt? Ja, heel kort. Dank u wel, voorzitter. U bent directeur van een school, van een basisschool. Houdt dat dan in dat de school en de leerkrachten opgezadeld worden met allerlei zorgtaken? Of ziet u dat anders? Nee, dat zie ik niet. Voorzitter, anders. Ook een vraag. Ik vind dan toch dat de SP boter op zijn hoofd heeft. Want ze gaan wel akkoord met alle prioriteiten voor klimaat en duurzaamheid. Die ook heel veel geld kosten. En wat ten koste gaat van de mensen met inkomens in de ondergrens. En dan vind ik, je kunt niet gaan hokken op 2 paden. Je moet dan wel heel duidelijk kiezen wat u net zei. Die drie punten, daar sta ik helemaal achter. En daar moeten we onze prioriteiten leggen. En niet bij die onzin van klimaat. En duurzaamheid. Vindt u dat ook? Heeft de SP wel in de gaten dat als alle mensen aan de warmtepomp moeten, op warmtenet, dat dan de energierekening vele malen hoger wordt? En u zegt van niet, maar dat is wel degelijk zo. De dat is ook overal voorbeelden van andere gemeenten die hetzelfde hebben. De heer Dijk. Voorzitter, ik kan ook. Goed, dan vraag ik aan de VVD. Welke keuze maakt de VVD als de lasten verhoogd moeten worden? En de keuze is, dat is nodig om die klimaat- en duurzaamheidsmaatregelen van te financieren of de armoede te bestrijden. Welke keus maakt de VVD? Want het geld kan maar 1 keer uitgegeven worden. Mevrouw Akkerman, waarbij uw tijd al goed op is. Dus u kunt... Dat is mooi als je het laatste bent, want dan heb je alle partijen gehoord. En mijn conclusie is toch wel dat alle partijen in deze gemeenteraad, die willen echt, die hebben echt intentie om de armoede te bestrijden. Ook preventief. Maar voorzitter, het geld kan maar 1 keer worden uitgegeven. En daar zit hem nou net de angel in de hele discussie. De gemeente heeft 31 miljoen tekort. En daar klaagt men steen en been over. Maar, voorzitter, als college kun je ook keuzes maken. En de keuze die dit college heeft gemaakt, dat is dat ze de hoogste prioriteit hebben ze verleend aan klimaat- en duurzaamheidsbeleid. En niet aan armoedebestrijding en aan preventie doen. De heer Van Zoelen, gisteren. Nou, het gaat niet over dit plan, voorzitter. Het gaat over het feit dat ze in een coalitieakkoord hebben ze zich uitgesproken dat ze het klimaat gaan redden van de wereld. En Groningen moet daarin koploper worden. En er wordt alles aan gedaan en er wordt geen geld wordt daar bezuinigd. Alleen op sociaal-maatschappelijke taken. Hè, en 100% geeft het heel mooi aan. De insprekers hebben ook aangegeven waar het aan schort. Dat is, we willen gefaciliteerd worden. We lopen tegen de bezuinigingen aan. Maar de gemeente die heeft juist al de prioriteiten in het collegeakkoord hebben ze vastgelegd. Dat mevrouw daar, Van Doezen. Wij krijgen allerlei punten nog van de begroting wat mogelijk bezuinigingspunten zijn. Maar dan komt het, dan blijkt dat de raad mag beslissen over waar op bezuinigd gaat worden. Ja, en dan moet de raad ook met de billen bloot, want die moet ook keuzes maken. En ik raad iedereen aan die hier nu op de publieke tribune zit, om dan eens te kijken in de raad waar partijen dan uiteindelijk voor kiezen. Want als de raad kiest voor armoedebeleid en preventie van armoede, dat daar de hoogste prioriteit aan wordt verleend in plaats van aan klimaat en duurzaamheid. Nou, dan moet het college dat doen. Maar, voorzitter, dat zal niet gebeuren, vrees ik. En dat is belangrijk voor de mensen die op de publieke tribune zitten. Want in dat programma heet Ontwikkelplan Toekomst met Perspectief, daar gaat het nieuwe college van burgemeester en wethouders, die moet daarop inzetten, armoedebestrijding. Maar dat gaat helemaal niet gebeuren, want primair wordt niet op armoedebestrijding ingezet en armoedepreventie, maar op klimaat- en duurzaamheidsbeleid, waar de bewoners krom voor moeten liggen. Sociaal-maatschappelijke opgaven worden uitgekleed, worden al bezuinigd, iedereen klaagt steen en been.
En de gemeentelijke lasten worden fors verhoogd. Dat veroorzaakt ook armoede bij gezinnen. Want de gezinnen kunnen nu al niet de eindjes aan elkaar knopen. Dus heel veel gezinnen die net rond kunnen komen en die de WOZ-belasting of allerlei andere lasten omhoog zien gaan, ja, die denken van, nou kan ik ook weer andere dingen niet doen. Dan kan ik, mijn kinderen kunnen niet naar het sportclubje. Ze moeten schoolspullen hebben. Ze moeten computer hebben. Dat kan allemaal niet. Maar de warmtepomp, dat moeten we hebben. Dat stukje voorlicht heeft de beste intenties, dat de gemeentebestuur en de raad, die willen allerlei dingen om de armoede te bestrijden. Ik heb al net gezegd, de intenties van alle partijen zijn hartstikke goed. Alleen, het moet gefinancierd worden. En als daar geen keuzes in gemaakt worden, dat de belangrijkste taken van een gemeente zijn de sociaal-maatschappelijke opgaven. En we hebben de insprekers gehoord, we hebben de kinderen gehoord, met hun spel. Hè? Er staat, ik wil graag naar de kapper. Nee, ze worden geknipt en geschoren door het college. Ik wil schoolspullen en een computer. Ja, dat kan niet, want er moet een warmtepomp komen. Er moet een noodfonds komen. Hè? Dat lees ik in die kaartjes. Er moet een noodfonds komen. Nee, dat kan niet, want we hebben geld nodig voor, voor het klimaat. Maar heeft de heer Van Zoelen nog een vraag voor u? Nogmaals, voorzitter. De intenties van een plan zijn heel goed, maar een plan moet gefinancierd worden. En als de financiering van een plan al mank loopt, omdat andere prioriteiten worden gesteld door dit college, ja, dan kun je hele mooie plannen hebben en dan kun je de beste intenties hebben. Maar als het niet betaald kan worden, dan houdt het op. U heeft nog 30 seconden. Oh, dat is jammer. Maar goed. Dus voorzitter, inkomenspolitiek met beleid dat meer in de portemonnee oplevert, daar pleit mijn fractie voor, in plaats van klimaatpolitiek dat de portemonnee van de inwoners plundert. Daar moeten we vanaf. En daar moet het college stappen in maken en ook de raad. Dank u wel. In het college zitten meer bloedgroepen. GroenLinks meer ideologisch groen en klimaat. En PvdA waarschijnlijk meer sociaal-maatschappelijk. Is er ook een discussie of een debat gaande in het college om dat meer in balans te brengen, die prioriteiten? De wethouder. Voorzitter.